Yo, wat up? Welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Pim, ook op Monkloy TV. Jullie nummer 1 Pokémon meester hier op YouTube. En natuurlijk ook op Twitch. En ik heb toch het ziekst gekregen, jongens, dames en heren. Ik heb voor kerst een oppercadeau gekregen van de Pokémon Company. Niet normaal, en kijk wat voor een prachtige verpakking het ook zit. Het zit echt helemaal in een mooie zwarte box met een mooi Pokémon lint eromheen. Het is echt bizar. En die gaan we natuurlijk in deze video openmaken. Ik heb geen idee wat erin zit. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Het wordt gewoon insane. Ik ben zo nieuwsgierig. Ik heb deze gisteren binnengekregen. En ik ben gewoon heel erg benieuwd wat erin zit. Ik kan eigenlijk niet wachten met het openmaken van deze box. En hoe vet is het dat ik gewoon zo'n cadeau kan krijgen van de Pokémon Company. Het is bizar. Dikke shout-out naar hun. En ook Media Tornado bedankt, dat zegt de marketingbureau achter Pokémon. Hun hebben het uiteindelijk ook opgestuurd. Het is gewoon insane. Vinden jullie deze box ook vet? Laat dan zeker even een like achter alvast voor deze video. En vergeet niet te subscriben op mijn YouTube kanaal. Want we gaan richting die 10.000 subs. Ja, en daar heb ik jullie bij nodig. Want ik weet zeker dat er daar nog een paar mensen zitten die nog niet gesubscribed zijn. En laten we gauw deze opperbox openmaken. En ik ben gewoon zo benieuwd wat voor een prachtig cadeau ik heb gekregen. En kijk alleen al het lintje waar deze in zit. Het is echt heel sick. Kijk dan, jongens. Oh. Even kijken hoor. Lintje eraf. Heel erg nice. En dan gaan we het nu die box openmaken. En het zit ook echt helemaal met zijn magneet en alles. Het is echt bizar. Oeh, zo. Goedemorgen. Oh, ik zie echt allemaal packies en een kaartje. Nou, ik ben heel benieuwd wat hier in dit kaartje zit. Happy Holiday staat er. Met een Pikachu erop. Heel erg grappig. En er staat in... Oh, kijk hier. De PR team. De personal relations team. At the Pokémon Company International. Wishes you a wonderful holiday season. Nou, ook aan jullie Pokémon. Ik wens jullie ook alvast hele fijne feestdagen. En ook iedereen in de chat. Alvast hele fijne feestdagen. Het wordt altijd weer superleuk. Lekker voor eten. Kijk hoe leuk, joh. Ze hebben gewoon een kaartje erbij gedaan. Oh, en ze hebben van dat rode spul hebben ze erin gedaan. En er zitten echt moker veel pakjes in, joh. Er zit ook een pakketje in, zie ik. Een cadeautje zit erin. Oh, jeetje, joh. Er zitten allemaal pakjes in, joh. Battlestyles pakjes. Oh, Chilling Rain zit er ook in. Heel erg nice. Dat zit allemaal nog meer. Ik zie ook Celebrations zitten, joh. Kijk hoeveel pakjes. 3 Celebrations. Fusion Strike. Kijk dan, joh. Wat allemaal in zit, joh. Hallo, hé, hoeveel pakjes zijn het wel niet, joh? Fusion Strike zit erin. Zo, heel veel Fusion Strike ook. En, oh, Evolving Skies. Nee, joh. Dit zijn gewoon alle sets die natuurlijk dit jaar zijn uitgekomen. Battle Styles, Chilling Rain, Fusion Strike, Evolving Skies en Celebration. Alleen Shining Fates ontbreekt. Ja, die zullen ze dan misschien niet gehad hebben. Maar dit zijn echt mokerveel packs. Die hebben we gewoon gratis gekregen, joh. Dikke shout-out, what the fuck. Oh, gaan we even dat doosje weg. Ja, die packs gaan we natuurlijk sowieso allemaal openmaken. Kijk hoeveel er zijn, joh. Oh, dit wordt echt nu al een zieke video. Ik had niet verwacht dat er zoveel packs in deze box zouden zitten. Maar ik ben ook heel benieuwd wat er in dit prachtige cadeautje zit. Want dit weet ik natuurlijk ook niet. Wat voor mooi zit erin? Wat zit erin? Wat zit erin? Ik zie een... Even kijken. Oh, kijk eens, joh. Wat leuk. Nee, joh. Ha, wat goed. Wat goed. Kijk dan, joh. Een Pikachu-mok. Nou, dan kunnen we mooi de warme chocolademelk uitdrinken. Ik ga dit gewoon kapot scheuren ook. Maakt me niet uit. Kijk, hier kunnen we onze warme chocolademelk of koffie uitdrinken. Kijk dan hoe vet, joh. Een Pikachu-mok. Dit is very nice. Kijk dan, joh. Dit kun je zo oppakken, joh. Plop, plop. Plop, 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 plop. Dit is gewoon heel erg nice. Maar kijk even hoeveel packs, joh. Hoeveel packs zijn het wel niet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 boosterpacks zitten er gewoon in. Dat is gewoon niet normaal. Dat is echt meer dan 100 euro aan Pokémonkaart of zo. Non de ju. Nou, laten we maar gewoon gaan beginnen dan. Dat is echt bizar, joh. Wat? Nee, joh. Zo, dit is echt het beste kerstcadeau wat ik ooit gekregen heb, denk ik. Dat is echt bizar. Kijk dan, joh. Nou, we gaan gewoon lekker beginnen. We gaan gewoon lekker die packs openmaken. Nou, dit had ik dus echt helemaal niet verwacht. Ja, dat is echt super nice. Ik had opeens een pakketje binnen. En, nou, en ik dacht, wat is het nou? Nou, toen bleek het dus een pakketje van de Pokémon Company te zijn. En toen was het gewoon dit opperpakket. Nou, we gaan gewoon lekker packjes openmaken, joh. Leuke video ook weer gelijk. En we hopen natuurlijk dat er ook nog eens gewoon een hele mooie
kaarten in zitten. Dat zou natuurlijk helemaal ziek zijn. Lurentis, non-holo rare. Ja, we hebben natuurlijk Battle Star, maar we hebben ook Evolver Skies en Celebrations, joh. Dat is niet normaal. Dat zijn natuurlijk twee van de meest populaire sets op het moment. Helemaal natuurlijk Celebrations en Evolver Skies. Evolver Skies was echt slecht leverbaar. Het was echt een van de meest gehypte sets. Natuurlijk met die prachtige Evolutions. Maar laten we heel even eerlijk wezen, joh. Wat een prachtige packs allemaal, joh. Houndour, Scatterbug, Honedge, Gligar. Ja, jongens, en de feestdagen komen er natuurlijk weer bijna aan. En dat is altijd gewoon een mooi moment om lekker packjes open te maken. Laten we eerlijk wezen, eigenlijk moet je gewoon altijd gewoon een goed excuus verzinnen om die packjes open te maken. Laat vooral even in de comments weten wat jullie met kerst gaan doen. Ik ga lekker met mijn familie, met mijn papa en mama, lekker een hapje eten. Dat is altijd superleuk. En ik ga lekker een dagje met wat vrienden een hapje eten. Dus dat is superleuk. Altijd heel erg gezellig. Ik ben benieuwd wat jullie allemaal gaan doen. Oeh, kijk eens, joh. We hebben gewoon zelfs een hele mooie pool gelijk. Een prachtige Victini. Victini V. Ook een deck wat veel gespeeld wordt nu. Heel erg nice. Kijk eens, Victini. Jeetje, maar wat een pack, joh. Dit is echt heel bizar. Lekker, lekker. En die codekaarten, die mogen jullie allemaal weer inscannen. Ik heb er op dit moment genoeg. Zijn er al mensen die naar aanleiding van mijn video's begonnen zijn met de trading card game? Ik vind dat super vet, weet je. Ik vind gewoon die hele combinatie van het verzamelen, het handelen en ook het spelen van kaartjes maakt voor mij het echt helemaal af. Even kijken wat moois er zit. Oeh, Octillery Holo. Very nice. Die gaan we ook sleeven. Dat is ook een kaartje die sterk is in een trading card game. Ik denk dat ik Celebrations voor het laatst ga bewaren. Want ja, er is eigenlijk altijd wat te vieren. Nu is het dus kerst te vieren. en ik vier ook gewoon dat ik een leuk cadeautje heb gekregen. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen. Dat zijn toch wel echt de lichtpuntjes van het jaar. Laten we heel eerlijk wezen. Dat zijn echt, als je mij 20 jaar geleden als kleine Pim had gezegd dat ik later Pokémon kaarten cadeau zou krijgen van de Pokémon Company. Nou, dan had ik je echt waarschijnlijk gezegd van, nou, dat slaat echt helemaal nergens op. Waarom zouden ze dat ooit doen? Eggron. Dat zouden ze nooit doen. Maar toch, hier zijn we dan, 20 jaar later, lekker op YouTube bezig, Pokémon kaarten uitpakken. Ja, en ik moet echt zeggen, wat een jaar was het. Laten we gewoon even laten we kijken wat we allemaal dit jaar gedaan hebben, joh. We zijn dus dit jaar echt begonnen met Pokémon. Ik ben vorig jaar in december, heb ik mijn eerste Pokémon boxen opengemaakt. En heb ik het echt volledig goed aangepakt. En toen dacht ik van, joh, weet je, ik begin gewoon een YouTube-kanaal. Dus ik ben eigenlijk dit jaar pas begonnen met YouTube. Ik dacht, ik ga eerst een beetje Nintendo-video's opnemen. En toen dacht ik van, nee, man, ik ga gewoon volledig op de Pokémon. Superleuk. En dat ben ik eigenlijk volgehouden en steeds meer video's gaan opnemen. Oh, even tussendoor, een hele vette Greedent VMAX. Goedemorgen, heel erg vet. Kijk dan, joh. Ook een prachtige kaart. Greedent natuurlijk een superleuke Pokémon. Maar dat ben ik dus dit jaar gaan doen. En laat ik heel eerlijk wezen. Het is een van de beste keuzes geweest, denk ik. Die ik in mijn leven gemaakt heb. Want ik heb zoveel plezier erin in die video's maken. Die livestreams maken op Twitch. Ik krijg zoveel leuke reacties elke keer van alle mensen die de video's kijken. Ook dikke shout-out naar jullie. Die elke dag weer terugkomen om mijn video's te checken. Want ja, als je me had verteld aan het begin van het jaar. Dat ik aan het eind van het jaar 5000 subscribers zou hebben. Dat we gewoon duizenden views per video halen. Ja, dat had ik echt nooit geloofd. En dat is gewoon super vet, weet je. En dat geeft mij ook weer super veel motivatie om nog meer vette video's op te nemen. En het geeft... Oh, trouwens, weer even een viertje tussendoor met een Gen V. Heel erg nice. Maar het geeft me ook weer super veel motivatie om het volgend jaar nog extremer en nog beter en nog leuker voor jullie aan te pakken. Het doel is sowieso om minimaal één keer in de twee dagen een video te uploaden. Ja, het ultieme goal zou zijn natuurlijk dagelijkse uploads. Maar ja, dat is wel echt ontzettend veel werk. En ik moet ook elke keer weer content vinden en packs vinden en noem het allemaal maar op. Maar ik heb wel dat doel. Ik heb ook een heleboel TikTok-video's opgenomen. Die worden op dit moment geëdit. We gaan ook beginnen met dagelijks op TikTok uploaden. Dus dat wordt ook superleuk. En we gaan volgend jaar gaan we gewoon next level, jongens. Ook met de Pokémon Shop die ik natuurlijk dit jaar ook pas begonnen ben. Dat gaat ook superlekker. Echt insane. Die gaan we volgend jaar ook superhard uitbreiden. Ik heb zoveel mooie plannen voor 2022. En dat is allemaal omdat het gewoon dit jaar gewoon echt helemaal geëxplodeerd is. Ja, en dat had ik gewoon echt niet durven dromen. Dat had ik echt niet durven dromen. En dat is ook allemaal dankzij jullie.
Want ja, zonder jullie kan dit gewoon natuurlijk allemaal niet. Laten we heel eerlijk wezen. Uiteindelijk ben je afhankelijk van de mensen die video's kijken. En ik doe gewoon mijn best en meer kan ik niet doen. En ik hoop dat jullie het gewoon leuk blijven vinden. En als jullie tips en tricks hebben of dingen hebben van... Hé man, dit willen we graag zien of dit kan er beter. Of dan mogen jullie dat altijd in de comments zetten. Dan kijk ik daarna. Ik lees eigenlijk altijd alle comments. Ik probeer ook wel vaak te reageren, maar ik ben echt super druk. Maar als jullie dingen hebben, dan mogen jullie het altijd vragen in de chat, op Twitch natuurlijk, maar ook gewoon hier op YouTube natuurlijk. Of stuur me een DM'tje op Instagram, die probeer ik eigenlijk ook altijd wel te beantwoorden. Dat lukt niet altijd, maar ik doe wel heel erg mijn best daarvoor. Maar ik vind het gewoon superleuk, weet je. Ik heb echt een passie voor card games. Ik hoop dat ik dat ook een klein beetje uitstraal, maar ik speel echt al sinds ik 11 jaar ben, speel ik card games. Ik ben echt... Nou, eigenlijk al vroeger, toen ik echt heel jong was, toen speelde ik ook gewoon hard te jagen en klaar voor jassen al met mijn papa en mijn opa. En uiteindelijk ben ik toen Yu-Gi-Oh! Gaan spelen. En toen collecte ik natuurlijk ook al Pokémon kaarten op de basisschool al. En ik heb ook heel veel card games gespeeld, weet je. Ook competitief. Ik heb echt de hele wereld rondgereisd met Hearthstone heb ik heel lang gespeeld. Dat was ook super tof om te doen. En nu dus helemaal into de Pokémon. En ja, weet je, jullie weten mijn doel voor 2022. Het doel is om me te kwalificeren voor het wereldkampioenschap Pokémon Trading Card Game. En ja, daar kunnen we zulke vette video's ook over maken. Dat we naar toernooien gaan, dat we naar het buitenland gaan. Misschien een soort van vlogachtige types, video's. Ik heb in ieder geval superveel vette plannen voor volgend jaar. En ja, dit jaar was gewoon amazing. Dit jaar was echt... Heel erg sick. Ik heb echt helemaal mijn draai gevonden nu met wat ik wil. En ik heb het gewoon echt super naar mijn zin. Ik wil wel even een poeletje nog hoor uit die volgerska. Ja, ik zit ondertussen gewoon lekker die boosters open te rammen. Maar ik weet niet man. Het is gewoon bizar. Het is gewoon echt bizar, weet je. Als je gewoon tegen iemand zegt, ja, wat doe je nou eigenlijk de hele dag? Ik zeg, ja, ik zit een beetje Pokémon kaarten open te maken de hele dag. Ja... Dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Maar het is natuurlijk wel gewoon echt heel erg fantastisch om te kunnen doen. En weet je, volgend jaar gaan we er gewoon iets sicks van maken. Laten we even focussen op de packs. Pumpkaboo, Carvanha, Gossifleur. Kom op, even één alternate art Rayquaza VMAX. Want voor de mensen die het weten, ik heb enkel al 3.000-4.000 packs opengemaakt van die Volgende Skies. En nog steeds niet die Rayquaza. Rayquaza. Ah, wel een hele vette Lycanroc. Maar geen Rayquaza. Helaas, pindakaas. Wel aardig wat poeletjes. Ik ga heel eerlijk zijn. We hebben 10 packs. En we hebben al 4 V en VMAX kaarten. Dus het is een lekker boxie. Maar ja, weet je. Laten we eerlijk wezen. Dit is toch fantastisch, joh. Je krijgt gewoon aan het eind van het jaar een leuk kerstcadeautje. Met meer dan 20 packs. Ja, laten we eerlijk wezen. Dat is toch bizar, joh. Dat gewoon kan. En echt dikke shout-out naar Pokémon natuurlijk. Die dit mogelijk maakt. En die dit gewoon opstuurt. Het is echt een cadeautje. Het is niet een gesponsorde video of zo. Dit kwam echt volledig onverwacht in de mailbox. Dus ja, dat is gewoon super tof. Darkness Energy, Heatmore, Cook, Morgrem, Vullaby, Jupiter, Meowth, Onix, Tuttle, Growlithe Reverse en Holomel Metal. Ja, en wat ik zei, vergeet niet even te subben op mijn YouTube-kanaal. Want we gaan echt lekker, jongens. Ik wil echt snel die 10.000 halen. Dat is echt een mooie mijlpaal, denk ik. Morgen ook, hè. Morgen, de video van morgen, wordt de winnaar bekendgemaakt van de giveaway van vorige week. Voor de 5.000 subspecial nog. Dus ja, dat is ook superleuk nog om te doen. En we gaan volgend jaar sowieso ook meer giveaways doen. Dat wil ik sowieso gaan doen. We gaan het gewoon spread the love, weet je. Spread the love. We gaan iedereen helemaal hype maken... Voor de Pokémon Trading Card Game. We gaan iedereen meenemen in deze tour van Pokémon kaartjes. Want ik wil gewoon iedereen enthousiast maken voor Trading Card Games. Niet eens per se Pokémon. Tuurlijk, Pokémon is niet mijn main ding. Maar weet je, ik vind gewoon card games... Ik vind het gewoon zo verschrikkelijk leuk, weet je. Het heeft een verzamelding. Je kan een spel spelen. Het brengt mensen bij elkaar. Ik vind de art ook gewoon altijd heel erg vet van kaartjes. En je kan het ook dus inderdaad competitief doen. Het is voor iedereen heeft het wat, weet je wel. En het heeft voor mij is het wel echt een groot deel van mijn leven geweest. Omdat ik zei, ik speel echt al mijn hele leven card games. Het is altijd iets waar ik heel veel passie voor gehad heb. En ik vind het gewoon super leuk om te doen, weet je. Ik geniet echt van die kaartjes. Ik sta elke dag blij op. Oeh, Dragapult Holo. Dit blijft wel een vette art. En natuurlijk ook met de Dreepy en de Draglock.
Heel erg vet. Heel erg vet. Ja, joh. En dan ja, eens kijken hoe het volgend jaar allemaal gaat, joh. We gaan het allemaal wel zien. We gaan het allemaal wel zien. Ja, en wil je meer content zien? We doen ook, natuurlijk ook 3-4 keer in de week livestreamen op Twitch. Waar we echt heel veel pakjes openmaken. Soms doen we wel 300-400 packs op een livestream. We hebben ook wat... We hebben, ja, dat, nou, daar kunnen we het ook nog wel heel veel over hebben. We hebben dus dit jaar 2 keer een livestream gedaan... waar we 1000 booster packs achter elkaar openmaakten. Dat was echt bizar. Dat kostte bijna 10 uur om te doen. Achter elkaar door pakjes openmaken. Maar het was wel super vet. Toxicity holo. Veel holo's. Wel mooi. I'm loving it. Die holo's moeten weer meer gewaardeerd worden, jongens. Iedereen wil altijd 4-4 maxen. Maar laten we eerlijk wezen. Deze holo's zijn gewoon super tof, toch? Nee, maar dat is gewoon echt bizar, toch? Kun je je toch haast niet voorstellen dat je gewoon 1000 booster packs achter elkaar openmaakt. Ja, dat is echt, dat was wel echt een ervaring, ja. Ja, en volgend jaar natuurlijk ook, hè. Dat wil ik ook. We hebben dit jaar meerdere vintage boxen opengemaakt. We hebben natuurlijk de First Edition Team Rocket box opengemaakt. Wat echt misschien wel een van de 6e video's en 6e livestreams was van het hele jaar. En volgend jaar is het doel natuurlijk om ook de Jungle Fossil Base boxen open te maken. Misschien nog andere sets... Ja, hebben jullie nog vintage boxen of jullie denken... Ja, die moeten sowieso een keer opengemaakt worden. Laat het dan ook even weten. Dan gaan we gewoon kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen. Meluta! Die moest ik nog, trouwens. Deze. Die gaan we even apart houden. Die moest ik nog. Die moet namelijk in mijn Mew deck. Daar moest ik er nog 2 van. Ik had die niet uitgezocht uit mijn bulkbakken. Het is mooi dat die nu hier erbij zit. Kijk eens aan. Hopsakee. Zo... Energy, Energy, Elastic Sparkle, Dreadnought, Shroomish, Klefki, Trubbish, Totodile, Phantom, Sawoodle, hey, Breloom V. Deze heb ik al een keer eerder in een video over gemaakt. Hele toffe V-kaart ook. Nog geen Alternate Art of Secret Rare, helaas. Maar we hebben ook nog die Celebration Packs en... Ja, misschien is dat dan ook wel de set van het jaar. Voor mij is Shining Fates de set van het jaar. Ik heb daar... dat was echt een beetje in het begin dat ik echt met Pokémon bezig was. Maar gewoon sowieso, ik vind die shiny cards en die pool rates van die set super sick. Ik heb die master set ook helemaal compleet. Dus ik heb alle kaarten ervan, alle shinies, alle full art shinies, de shiny Charizard, alle promo kaarten heb ik helemaal compleet. Dat was echt een van de eerste sets die ik helemaal compleet had gemaakt. Daarna heb ik ook Hidden Fates nog compleet gemaakt. Dit jaar. Maar ik vind die set wel echt de set van het jaar. Natuurlijk voor veel mensen is dat Celebrations geweest. Want laten we eerlijk wezen. Celebrations is natuurlijk wel echt een trip down to memory lane. Heeft insane zieke kaarten. Natuurlijk met de base set Charizard reprint. De Goldstar Umbreon. De Golden Mew. Noem het allemaal maar op. Echt een hele bizarre set. Ik heb echt nog nooit zo'n zieke hype gezien van een set. Ik krijg nog steeds elke dag dagelijks berichten. Wanneer weer Celebrations? Komt er nog Celebrations? Noem het allemaal maar op. En ja, ik snap ook wel waarom het komt, weet je. Ondanks dat er maar 4 kaarten... in deze set zitten, ja, is het natuurlijk wel een set die, ja, die heel veel nostalgie met zich meebrengt. En ja, ik denk dat mensen wel heel veel plezier in hebben gehad. En natuurlijk het vette van deze packs is ook nog eens dat gewoon elke kaart een holo is. Dus laten we gauw gaan kijken naar deze packs. Wat zit erin? Een Zacian V. Heel erg nice. We hebben echt veel V-kaarten. Dat is sowieso nice. Op naar de volgende. Ik wil nog even 1 banger om de video weer af te sluiten. Dat zou lekker zijn. Gewoon even 1 secret rare. Dat zou super chill zijn. Gewoon 1 secretje. Kom op. Wat hebben we? Zekrom en Surfing Pikachu. There we go. En dan de laatste pack van deze video. Echt een hoop packs. Hè? Meer dan 20 packs zaten er gewoon in het pakketje, joh. Echt super tof. Daar gaan we. De laatste pack van deze video. Gaat er iets komen? 1. Oh, ik dacht heel even nog een Zacian V. Ik zag een rode kaart. Ik dacht, het zal er niet de Charizard zijn. Maar alsnog weer een V-kaart. En laten we heel veel snel door de pools heen lopen van deze box. Zacian V, Serpent Pikachu, Zacian, Breloom, Toxicity, Dragapult, Lycanroc, Medicham, Greedent V-Max, Octillery, Victini en een Melmetal. Heel erg nice. En nogmaals bedankt Media Tornado en natuurlijk Pokémon International voor het versturen van dit fantastische pakket. Want laten we eerlijk wezen, het is gewoon bizar. Het is echt een heel vet pakket geweest.
En ik ben er gewoon heel erg blij mee. Ik hoop dat jullie dit ook weer een hele vette video vonden. Vonden jullie dat? Dan moeten jullie zeker even deze video liken, subscriben. En laat even een leuke reactie achter wat jullie van deze video vonden. En dan zie ik jullie allemaal morgen weer bij de volgende video. Waar jullie natuurlijk ook de winnaar van de giveaway bekendgemaakt gaan zien worden. Tot de volgende! Joehoe!